Je bent als leerkracht en intern begeleider dagelijks bezig met de ontwikkeling van je leerlingen. En dat gebeurt allemaal binnen de school. Als IEP-adviseur kom ik vaak op scholen voor het toelichten van ons IEP-leerlingvolgsysteem en help ik met de soepele overstap naar ons LVS. De overstap naar een andere LVS kun je vergelijken met de overstap naar een andere lesmethode. Je hebt wat tijd nodig om te wennen aan de nieuwe manier van werken. Wanneer je kiest voor IEP, krijg je meteen alles wat je nodig hebt. Je betaalt de vaste prijs zonder extra kosten achteraf. Je krijgt toegang tot alle materialen zoals toetsboekjes en ook de starttraining is natuurlijk inbegrepen. En heb je vragen? Dan helpt een IEP-adviseur je persoonlijk op weg. Wanneer je begint, krijg je toegang tot onze starttraining, de IEP-learning. Dit is een online omgeving met uitlegvideo's. Zo leer je het IEP-LVS stap voor stap kennen. Dit volg je samen met je collega's en kost je verspreid over het eerste jaar 4 studiemomenten van een uur. Plan het daarom gerust tijdens een teamvergadering. De overstap naar het IEP-LVS doorloop je in 4 fases. In deel 1 maken we je wegwijs in het LVS, zodat je weet waar je alles kunt vinden. We geven ook uitleg over de verschillende toetsen en geven je tips voor de afname. Ook vul je samen met je team het toetsbeleid in. Bijvoorbeeld wanneer je welke toets inplant en welke toets je digitaal of op papier laat maken. Je ontvangt hiervoor een handige checklist. Daarna kunnen je leerlingen gaan toetsen. In fase 2 zie je voor het eerst de toetsresultaten. De weergave hiervan is waarschijnlijk anders dan je gewend was met je oude LVS. Je kunt de resultaten dan ook niet 1-op-1 met elkaar vergelijken. Daarom leren we je in deze fase hoe je de resultaten leest en hoe je ouders hierin meeneemt. Je kunt nu nog geen leergroei zien. Dit klopt. Dit zie je wel terug naar je volgende toetsmoment, in fase 3. In fase 3 van de IEP-learning hebben de leerlingen meerdere toetsen gemaakt en zijn alle rapportages beschikbaar. Je hebt nu een compleet beeld van de ontwikkeling van iedere leerling. Taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen. Ook voor je school ontstaat een completer beeld en krijg je zicht op de ontwikkeling. Op alle niveaus is nu groei te zien. Bij de leerling zie je bijvoorbeeld de leergroeimeter. We vergelijken de leerling niet met de klas of het landelijk gemiddelde. De leergroeimeter laat de groei van een leerling zien ten opzichte van zijn vorige toets. De laatste fase staat in het teken van evalueren. Je hebt nu een jaar met het IEP-LVS gewerkt. Je kijkt weer naar je toetsbeleid en past aan waar nodig. Uiteraard is persoonlijk contact met een IEP-adviseur ook in deze fase weer mogelijk. Wil je ontdekken of het IEP-LVS wat voor jou is? Dat kan. Vraag een proeflicentie aan of plan een kennismakingsgesprek.